Als je merkt dat je weerstand achteruit gaat of even niet optimaal is, is het makkelijk om daar iets aan te doen. Een goede weerstand is belangrijk om jezelf te beschermen tegen invloeden van buitenaf. Zorg dat je genoeg beweging krijgt. En dan heb ik het niet over topsport. Gewoon dagelijks een half uur lopen of fietsen is al genoeg. Ook je voeding is belangrijk. Eet regelmatig, gevarieerd en gezond. Hou voor jezelf de schijf van 5 in de gaten en probeer elke dag 2 ons groente en 2 stuks fruit binnen te krijgen. De vitamines en mineralen die daarin zitten heb je nodig voor een goede weerstand. Als je het lastig vindt, gooi dan de groente en het fruit in de blender. Dan heb je in één grote smoothie al je vitamines binnen voor die dag. Ook extra vitaminesupplementen kunnen je helpen om een goede weerstand te behouden. Daarnaast is genoeg slaap belangrijk, want tijdens je slaap herstelt je lichaam. Per etmaal heb je tussen de 5 en 10 uur slaap nodig. Probeer dus een vast slaapritme aan te houden en bepaal wat voor jou het beste werkt. Blijf je je toch te slap voelen en voelt het niet goed? Aarzel dan niet om even langs de huisarts te gaan.